In de video over de nieuwe functies in Photoshop 25, dat is Photoshop versie 2024, heb ik al laten zien wat, wat er voor nieuwe AI-mogelijkheden zijn in dit programma. En generatief vullen is er daar één van. Hè. Ik heb wat, wat voorbeelden laten zien en denk van, wow, dat verandert de fotografie. Dat is inderdaad zo, het, het houdt de, gemo de gemoederen bezig, maar... Um, er zijn ook nog een paar dingen die uh, generatief vullen nog niet zo goed doen. En we gaan maar eens even kijken in deze video wat het op dit moment is. Dat kan over een maand weer heel anders zijn. Maar we kijken nu even naar de voorbeelden van vandaag, wat nog niet helemaal geweldig is. Nou, het eerste waar Adobe voor gezorgd heeft, is dat mensen en dieren nog niet levens echt zijn. Dat kunnen ze denk ik wel, maar ze doen het niet. Want stel, je hebt hier dit straatbeeld en je wil hier op de voorgrond, wil je een man met een hond. Dus wat tikken we in hier onderaan? Man met hond. Simpel. Je kunt het ook nu Nederlands doen. In de, in de eerste, beta versie was alles nog in het Engels. Je kunt gewoon man met hond. Dus je klikt op genereren. Deze keer laat ik het nog gewoon even doorlopen. De andere uh, genereerbalkjes die je hierboven ziet, zal ik versneld afspelen. Maar goed, ik kan het dus, ben het dus toch aan praat praten. En het is al gebeurd. Ja, en, en het, het, het levert wel wat komische dingen op. Je krijgt drie varianten en hier staat een man en hij is ook qua belichting eigenlijk helemaal niet goed. Die hond die ziet er vreemd uit. Die, nou, ja, 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 precies. Uh, dit lukt dus nog niet. En dat is misschien maar goed, want wanneer we het in de discussie over generatief vullen en AI is vooral dat je, dat je niet meer weet of een foto echt is. Ja of nee, nou, wanneer je mensen wil genereren. Die er niet zijn, dan lukt dat dus nog niet. En misschien kan het ook nooit. Goed, dus als eerste: dit soort dingen lukt niet. Wanneer ik op dit bord bijvoorbeeld een kanarietje zou willen hebben. Dus ik, ik maak een vakje en ik zeg kanari. Dan zie je: dan, dan zit er een vogeltje. Maar zou je hier bijvoorbeeld op inzoomen. dan zie je ook: ja, dat is toch nog niet helemaal joofvol. Dus met vogels en zo gaat dat wel beter. Maar honden en, en koeien en wat grotere dieren en, en mensen, het ziet er allemaal heel vreemd uit. Goed. Dat is dus het eerste probleem. Ze willen niet dat mensen en dieren 100% natuurlijk worden gegenereerd. Goed, het volgende probleem. Dat is resolutie. In het voorbeeld uh, van, het, uh, van de nieuwe functies in uh, Photoshop uh, versie 25, heb ik een voorbeeld laten zien met dit, deze foto, die heb ik vierkant gemaakt. En toen heb ik gezegd: kijk, ah, dan zeg je geweldig. Pieter, wat mooi. Uh, dat dat kan. Maar goed, we gaan maar eens even kijken wat het eigenlijk is. Want ik heb toen niet ingezoomd. En ja, dat heb ik dus met opzet gedaan. Want wanneer ik dus de foto meer vierkant wil maken, of ik zou hem vierkant willen maken, doe maar eens zo. Dan zet ik niks in het balkje. Dat weten we ondertussen, want dat noemen ze uh, generatief krop. En ik zeg genereren en dan gaat Photoshop aan de slag. En. In eerste instantie ben je verbluft door het resultaat, want hij trekt dat pad door en hij verzint er allerlei andere planten bij, nog wat dingen op de voorgrond. Het is echt dat je denkt van wow, dit is wel fantastisch. Uh, nou ja, dit is dus een nieuwe iets wat gegenereerd is, maar ik kijk nu op 12,5%. Dus we gaan dus wat inzoomen tot 100%. Zo, dit is 100%. Je ziet, die foto is, is behoorlijk scherp, maar kijk, je ziet hier die gele bloemetjes en die heeft hij bijverzonnen. Ja, die gele bloemetjes zijn... Onscherp, heel erg onscherp. En dit pad, dat is een soort uh, kiezelpad, ge een gridpad, ja, dat is hier uitermate onscherp. Dus het uitbreiden van foto's met, met grote stukken tegelijk, dus dan heb ik over veel pixels, ja, dat ziet er vaak nog niet zo netjes uit. Alles wat onscherp is in de achtergrond is allemaal prima, maar moet het scherp zijn, dan, dan gaat het niet gebeuren. Er zijn allerlei. Trukjes om dat te omzeilen met blokjes van 1024 pixel groot. Nou, daar kun je allerlei video's over vinden op internet. Maar wil je het gewoon in één keer doen, ja, dan is het lastig. Dan is het dus de resolutie nog niet helemaal 100%. Voor beeldscherm kan het allemaal dus heel leuk zijn. Hè, wat je dus hier ziet. Maar ga je printen, dan zou die, dat, die ondergrond zou dus compleet onacceptabel zijn. Goed, we gaan nog eens in, naar een volgend onderdeel. En dit is iets wat ik in mijn praktijk tegenkwam. Ik, ik doe wel eens wat uh, architectuurfotografie en er staan nog auto's voor de deur. Nou, hier stond die auto voor die deur. Overigens, ik heb ook een, een foto hier toegemaakt waarbij ik de auto weg, weggetoverd heb met generatief vullen. Dat ging perfect. En toen dacht ik, nou goed, ik wil ook wel eens kijken. Ik wil alleen de nummerplaat. Dus wat doe je dan? Je, je maakt een, uh, met een lasso gereedschap een mooi blokje omheen. Zo. En generatief vullen. En je, zegt, je zet daar niks in. En je zegt, zo. Genereren. Dan maak je hem dus niet helemaal. Geel. Dat, dat verbaasde me. En die andere drie opties. daar staan dus allemaal teksttekentjes in. Dan zou je denken: van ja. Het, het, zo is het prima dat het erin staat. Want nou weet je niet wat het kenteken van die auto is. Maar liefst heb ik het gewoon helemaal geel. En dan liefst ook nog met die, met die schaduw eronder. Hè? Dat snap je. Dus, dus dit was niet wat ik wilde. Ja, wat ik toen gedaan heb: ik heb een nieuw vakje even gemaakt. Zo. En toen heb ik ingevuld. Lege. Kentekenplaat genereren, en dat is dus al een stuk beter, want dan heb je dus geen rare kriebel. Hoewel die er wel nog wat dingetjes bij maakt, maar dit zou acceptabel zijn als een lege kentekenplaat. Dus uh, soms kan die dus ja, met, met verwijderen van dingen een eigen weg kiezen, wanneer je dus niks invult in dat vak, dat hij dan toch dingen toevoegt die jij niet wil. Goed, we gaan naar het laatste voorbeeld. En ja, het is natuurlijk zo, op het moment dat mensen zo'n gereedschap in handen hebben, gaan ze allerlei dingen doen die, die zeker niet smaakvol zijn. En dat niet smaakvol, dat heeft dan te maken met, met uh, mensen en kinderen en, uh, nou ja, bloot, weet ik veel. Maar goed, Adobe heeft daar een stokje voor gestoken dat daar hele foute dingen mee gebeuren. En een voorbeeldje van nou, wat ik hier heb, en het gaat niet over hoe fout het kan zijn, maar meer van wat de, de melding is die kan gebeuren wanneer je... Deze foto hebt en het meisje staat er leuk op. Maar uh, ja, uh, de voet staat er niet op en de hand staat er niet op. Dus dan, doe je, hè, dan maak je het groter. Genetrief. Krop heet dat. Je vult niks in. Je zegt genereren. Hij gaat er aan de slag. En wanneer hij klaar is, zegt hij. De gegenereerde afbeeldingen zijn verwijderd. Neem de richtlijnen door en probeer het opnieuw. Als u denkt, bladibla, dan mag je een verzoek indienen van nou, dit is helemaal niet zo foute content. Ik wil gewoon een hand en die schoenen wil ik aan toevoegen. Daar is niks mis mee. En dan zou uh, Adobe het in overweging kunnen nemen. Maar goed, ja. We doen nog even deze. Dat is hetzelfde. Dit is dan niet de voet van een, een, een kindje, maar van een man. En die wil ik uitbreiden. En nu komt er een kleine hek, noemen ze dat. Hè? Een, een soort oplossing om dat probleem soort van te omzeilen. En die heb ik weer van Unmesh van Piximperfect. Ik zou zeggen, bekijk zijn kanaal. Uh, nou ja goed, uh, leuke foto. Uh, maar ik vind ze aan de onderkant wat te krap gekaderd. Hè? Zodat dat het beter wanneer om ze toch een beetje meer in het midden kunnen zetten. Dan had ze voeten erop gestaan van die man. Nou wanneer ik nu zou doen, ik vul niks in en ik zeg genereren, nou, dan zult, dan, ja, zegt hij dat kan niet. Want ja, er, je wil iets met ja, blote huid doen of zoiets dergelijks. Maar goed, zet er eens een punt in. Alleen een punt. En doe nu eens genereren. En dan doet hij het dus prima. Want die, wanneer ik dat dus niet had gedaan, had ik dus die foutmelding gekregen. En hier heb je dan een prima foto waarbij die voet redelijk ja, natuurlijk is. Die voorgrond is natuurlijk. En dan heb je toch het resultaat wat je wil. Dus dat puntje, wanneer je dus iets wil waar je dus die foutmelding op geeft, zou dat kunnen oplossen. Ik weet niet waarom dat het met het puntje werkt, maar het zij zo. Goed, ja, in wezen was dat, zijn we een beetje dus de tekortkomingen van generatief vullen op dit moment. Dat zal allemaal zeker beter worden in de toekomst. Waar ik nog wel even aandacht wil geven, en dan werd ik geattendeerd door een kijker die zei: Van hé, hey, al die rekenkracht in de cloud, dat vraagt wel wat computerprocessing. Dat gebeurt ergens in gigantische warehouses waar ongelooflijk veel computers staan. En dat kost heel erg veel energie. Dus het is leuk dat we als fotografen iets met generatief vullen doen en met AI. Maar ja, hoe gaat het met het klimaat? Goed, dat is maar een overweging. Bovendien, alles wat ik nu doe, zit in mijn Creative Cloud, dat dus wanneer ik iets uh, al die, die, die acties die nu gedaan worden, dat AI gebruiken en die rekenkracht die nodig is, dat zit in het geld wat ik betaal voor mijn Creative Cloud. Maar daar wordt paal en perk aan gesteld door Adobe. Op, op 1 november, blijkbaar, wordt er wat geregeld ten aanzien van hoe vaak dat je dit kunt doen en hoe snel dat je dit kunt doen. En dan moet je misschien op, op, op een zeker moment wel credits, hè, generative fill credits, bijkopen om het ook professioneel te blijven gebruiken. Maar goed. Uh, ze willen natuurlijk ook een verdienmodel hebben, en misschien is dat ook wel terecht. Maar het blijft in principe altijd werken. Het gaat alleen veel langzamer, en de, de resultaten zijn misschien niet zo goed. Dus een betaald abonnement zal waarschijnlijk straks een beter resultaat geven. Maar goed, tot zover. Dus nou, mensen en dieren gaat niet echt lukken. Lage resolutie, nog steeds. En ja, wanneer je met blote huid of naakte huid bezig bent, ja, dan kan het gewoon zijn dat je het niet wil. Het, de hek met dat puntje kan het oplossen, maar dat is maar heel beperkt. Tot zover.